Welkom aan boord van de Titan 5. Dit is de Titan 5, een enorm distributiecentrum in de lucht. Het heeft een oppervlakte van 208 vierkante kilometer. En de Titan is als het ware één groot vliegveld, een haven en een metrostation in één. Er komt hier dagelijks ingealleerd vrachtvervoer binnen in een van onze docks. Oftewel vanuit de ruimte. Deze gigantische voertuigen heten porters. Naast vracht hebben we ook ingealleerd personenvervoer in een van onze Bowies. En ook privétransport in een van de liners. De Titan is gebouwd in 2067, een jaar geleden dus. En sinds de opening in augustus volledig in gebruik. Met zijn 295.000 departures per jaar is het de grootste van zijn soort. Er werkt hier een mankracht van ongeveer 18.000 man, die hier wonen en werken voor een periode van 3 maanden. De Titan bevindt zich in de mesosfeer. De mesosfeer bevindt zich tussen de stratosfeer en de thermosfeer. De lagen worden gescheiden door de respectievelijke stratopauze en menopauze op een hoogte van 55,8 kilometer. De temperatuur hier is rond de min 100 graden Celsius. Er is hier maar 2,9% van de zuurstof die je op de aarde hebt. En daardoor is het vliegen hier juist rendabel. Vanwege de lage luchtweerstand heb je te maken met een brandstofreductie van 89,4%. De Titan hangt hier in een orbit rond de aarde. Dit wil zeggen dat de stratosfeer en de mesosfeer de Titan in de lucht houden.